Sjaan, we moeten bezuinigen. Bezuinigen? Ik zou niet weten waarop. We doen al zo zuinig. Weet jij toevallig waar die doos met wegwerpaanstekers is gebleven? Gut, nee. Die zal ik wel hebben weggeworpen. Nou, dan hadden we de komende maand op moeten koken en de krant bij moeten lezen, want we kunnen dat gas en licht niet meer betalen. En hoe is het met je oude tante in Australië? Waar slaat dat nou weer op? Die zie ik toch nooit? Nee, maar blijkbaar spreek je er regelmatig. Hier, kijk even. De telefoonrekening. 647 gulden. Goedemorgen. Laat eens wat van je horen, zeggen ze dan nog. Ja, elke twee maanden een dikke rekening van hun niet. Dat is het enige wat wij van hun niet horen. Nou, ik zou echt niet weten hoe het zuinigen ken, hoor. Hoe vind je het? Sjaan, als je één maand niet zou winkelen en niet naar de kapper zou gaan, waren we uit de brand. Oh, gaan we zo beginnen. Nou, ga jij maar lekker bezuinigen. Waarop, Sjaan? Waarop? Waarop? Ik geef wel zo weinig uit voor mezelf. Oh, nee. Oh, nee. En die oude Amerikaan dan? Mijn uit de kunsten klassieke oldtimer van een zeldzame Amerikaan, bedoel je die? Dat zeg ik. Doe lekker die Amerikaan de deur uit. Dat had je nou niet moeten zeggen. Dat ding dat zuipt nog meer dan zijn eigen baas en dan al die vaste lasten nog. Als hij stilstaat gebruikt hij helemaal niks en ik heb hem maar 3 maanden van het jaar in de wegenbelasting. Ja, maar in die 3 maanden betaal je meer aan wegenbelasting dan in een heel jaar aan inkomstenbelasting. Ja, maar dat komt door mijn slimme boekhouding. En dan die stalling nog, wat kost dat wel niet? Het is wel een beetje duurder dan een keertje naar de kapper. Ja, ik kan hem toch moeilijk buiten zetten, ja, op straat. Een Japanse auto, die zet je op straat. En de vuilnisbak, maar toch niet een roomkleurige Amerikaan met roodlederen bekleding. Hij hoeft ook niet buiten te staan als die maar weggaat. Maar Amerikaan weg? Ik ben nog liever mijn linkerbeen kwijt. Met 1 been kun je helemaal niet auto rijden. Het is een automaat, Sjaan. Sorry hoor. Die Amerikaan blijft hier, al moet ik met een mijnwerkerslamp op de krant gaan zitten lezen. Je doet toch ook je eigen kind niet weg? Nou, als wij dan niet kunnen bezuinigen vanwege jouw vaderinstinct, zal het geld toch ergens anders vandaan moeten komen? Ja hoor, en waarvan? De handel leg op z'n kont. De huur verhogen van het kantoor boven. Die betalen al jaren dezelfde huur, terwijl alles om ons heen duurder wordt. Sjaan, sorry, ik ga de jongens niet om meer huur vragen, daar kan ik niet meer strot uit krijgen, dat vraag ik dan zelf maar. Oh, dat doe ik wel, dat vind ik geen punt. Ja, of jij moet liever je oude Amerikaan de deur uitgooien. Er worden al genoeg buitenlanders buiten gegooid. Dan maar een huurverhoging bij 2 Hollandse jongens. Oh, LJ, je bent gewond. Ga snel even zitten, dan haal ik de verbandtrommel. Oh, mensen, dit is werkelijk verschrikkelijk. Ik heb me toch een ongeluk gehad, zeg. Wat is er gebeurd? Paraplu tussen de spaken. Ik heb je nog zo gewaarschuwd. Niet met je jas open door het park fietsen. Er zijn nu eenmaal oudere dames die dat helemaal verkeerd interpreteren. En Lex, voor hetzelfde geld had hij niet meer na kunnen vertellen. Wat op zich ook wel weer zijn voordelen zou hebben. Ik ben toch niet zo klein. Zo gauw voor een kleintje vervaard, mensen. Maar dit was toch wel even schrikken, zeg. Zo'n hele grote Amerikaan. Zo'n grote neger. Zo'n basketbaltype was hij ook op de fiets. Dus Amerikaanse auto. Hè? Zo'n proleterig souteneursmobiel. En hoe kom je dan hier? Heeft hij je afgezet? Nee, integendeel. Die asociale vetkuif is al doorgereden ook, zeg. Mijn hele fiets ligt in de kreukels. Je wou toch altijd al een vouwfiets? Je hebt toch wel het nummer genoteerd? Ja, kijk, als advocaat ben ik gewend om in stressige situaties het hoofd koel te houden. Dus een van de omstanders het nummer had opgeschreven, geen moment geaarzeld en het direct in mijn zak gestoken. Voilà. Oh, mooi. En daarmee naar de politie. Ja. Doorrijden na een aanrijding, dat is een misdrijf. Daar is de politie heel erg fel op. En deze ongewassen welvaartsparasiet zal weten dat je naar Bolsenbroek niet ongestraft van de sokken rijdt. Huh? De galg, de stoel en daarna 2 keer levenslang. Zeg, voordat je naar het bureau gaat, ga je misschien eventjes een beetje opfrissen bij Lex boven. Ja. Want straks arresteren ze je nog wegens landloperij. Zou je denken? Ja, of ze zien je aan voor zo'n ongewassen welvaartsparasiet. Nee! Ja, daar is de politie tegenwoordig heel fel op, hoor. Uitgerekend LJ, die altijd zo voorzichtig is. Hij let altijd zo goed op de regels. Nou. Laatst liet iemand een biljet van 1000 gulden wegwaaien, maar LJ liet het gaan, want het kwam van rechts. Lex, kan jij nou nooit eens serieus zijn? Jawel. Ongehoord om door te rijden naar een ongeluk. Ja, je hebt wel gelijk. Ja. Nou, we gaan het meteen even regelen. Ja. Goedemorgen met advocatenkantoor Bolsenbroek en Tichelaar. Mag ik toestel 326 van u? Ja. Hallo, Marieke. Met Lex. Ja.
Nee, maar kun jij voor mij een autonummer natrekken? 40 MF40. Ja, natuurlijk blijft dat onder ons. Hè? Huh? Ja. Ja. De Vries. Het adres? Nummer 24? Het is niet waar. En de voorletters? BJ. Ja. Nou, Marieke, bedankt. Ja, het ene nummer is het andere waard, hè? Dag. Bertus? Ik kan bijna niet geloven. Maar nog even tegen LJ, hè? Waar moest jij heen vanmorgen? Ik? Ben de deur nog niet uit geweest, hoezo? LJ is door een grote auto aangereden. Oh, in ieder geval in stijl, hè? Hij hebt al niks? Nee, een paar schrammen en een flinke deuk in zijn zelfvertrouwen, maar verder niks, nee. Oh. Nou, gelukkig dan maar, hè? Het was een Amerikaan. Zo? Kenteken 40 MF40. Hé, hey, dat is mijn kenteken. Gek, hè? Maar dat ken dus niet. Want mijn vlaggenschip staat al 3 maanden binnen. 2 straten hier vandaan. Keurig. In een garagebox. Dat weet je zeker? Dat weet ik zo zeker als dat ik weet dat ik een jongetje ben. Zo, alsjeblieft. Nou, ik heb een hemd van je hand, want het is geen gezicht, maar ik ben even naar het bureau. Ja, maar wacht even. Weet je zeker dat het nummer goed is? Want het is van Bertus, een Amerikaan. Bertus! Onverantwoordelijke wegpiraat! Ja, hou maar. Bertus heeft het niet gedaan. Ach, kom nou, Lex. Een kenteken wordt maar aan 1 persoon tegelijk uitgereikt. Dus, Bertus, als jij de eigenaar bent van dat voituur, stel ik jouw verzekering aansprakelijk voor de door mij geleden schade. Ja. Nou, dat is dan jammer. Want hij zit op dit moment helemaal niet in de verzekering. Aha, daarom ben jij dus doorgereden. Jij bent hard terechtgekomen, hè? Jij hebt dus of een zware hersenschudding, maar er zit niks, dus dat ken je. Dan ben je dus de eerste die in een garage is aangereden door een stilstaande auto. Hé, hey, Bette. Oh, het is goed dat ik jullie nou alle 3 trek. Jongens, wat ik jullie nou ga vertellen, dat doen Bettis en ik niet met plezier. Daar komt de aap uit de mouw. Nou, Sjaan, gelukkig dat je wat eerlijk bent aan je man, joh. Ja, Bettis wou het eerst niet vertellen, maar we konden geen kant meer op. Maar jullie hadden mij toch kunnen ontzien? Ja, dat kun je nou wel zeggen, maar dan was ik frontaal in botsing gekomen met Sjaan. Sjaan, was jij er ook bij? Daar is het allemaal mee begonnen. We kenden de boel niet meer rondbreien. Bruin kende de vaste lasten niet meer trekken. Dus toen komt zij met die huurverhoging. Huurverhoging? Maar hebben we het toch over jouw auto? Ja, je moet ergens op bezuinigen. Dus Sjaan had ook nog het idee om een Amerikaan te verkopen. Oh, dus die auto is niet meer van jou. Daar rijdt nu iemand anders in. Iemand anders in mijn Amerikaan? Ja, als ik zelf achterin leg met gestrekte oren. Ah, dus jij geeft toe dat jij vanochtend zelf hebt gereden. Waar hebben jullie het nou eigenlijk over? Wat is er met die Amerikaan? Sjaan, jouw man heeft mij vanmorgen aangereden. En is daarna nog doorgereden ook. Bertus zegt dat de auto in de garage staat, dat hij de deur niet is uit geweest. Hoe kan hij jou dan hebben aangereden? Bertus zegt, als je iedereen op zijn woord kon geloven, zaten wij zonder werk. Zo. Bertus is helemaal niet iedereen. Bertus is Bertus en die spreekt de waarheid. Ja, althans tegen ons. Nou, ik hou mij veel liever aan de wijze levensles van papa. Als een advocaat zich laat leiden door emoties, zit hij levenslang met de gebakken peren. Was zeker gelijk de tekst van je geboortekaartje. Als Bertus zegt dat het zo is, dan moet dat voor jou voldoende zijn. En bovendien, ik ken getuigen dat hij niet weg is geweest. Of je hebt het helemaal niet gezien, dat bewijst dus niks. Vrienden hoeven niks te bewijzen. Dat is een lovenswaardig, maar naïef uitgangspunt. Ik ga liever uit van feit en bewijs. Dat Bertus ergens tegenop knalt? Oké. Maar daarna doorrijden? Het kan Bertus niet geweest zijn, want dan had hij jou toch wel herkend. Misschien heeft hij me wel herkend. Nee. Want had hij in zijn achteruit nog wel een keer over je heen gereden. Hoe het ook zit, als Bertus het niet gedaan heeft, zal hij dat zeker moeten bewijzen. Hè? Al te goed is buurmans gek. Ja, hoe zit het met de huurverhoging, buurman? Jullie zijn een fraai stelletje, zeg. Eerst een moordaanslag en nu een poging tot afpersen. Nou, ik weet het goed gemaakt, Bertus. Ik wil nu dat stilstaande automobiel van jou willen zien. En ik durf te wedden dat er
Kijk maar. Rechtsvoor een dikke deuk zit. Oké. Columbo. Hé? We gaan samen eens even fijn naar die auto kijken. Maar dan zal ik jou één ding vertellen. Als er aan mijn auto niks te zien is, dan krijg jij van mij rechtsvoor een dikke deuk. Maar het duurt het lang, hè? Ik hoop voor LJ dat hij zijn eigen carrosserie ook verzekerd heeft. Hij kon wel eens een krasje oplopen. Bertie zal zich toch wel kunnen beheersen, hoop ik. En? Nou. Hij is gejat. Het is niet waar. Is er dan niets meer heilig in dit land? Hè? Mijn Amerikaan, gejat. En dat met dit weer. Wat heeft dat weer er nou mee te maken? Hij is niet gewend in de winter buiten te zijn. Dat kost hem jaren van zijn leven. Straks is het alleen maar een hoesbui op vier wielen. Deuk of niet, ik vind het kras. Ineens is die hele auto verdwenen. Ja, dacht je dat die jongens alleen de achterkant meenamen? Ik vind het wel heel toevallig, Bertus. Jij rijdt mij bijna dood en ineens is die auto gestolen. Ga je lekker? De man verliest een dierbaar bezit en jij troost hem met infame laster. Je moest je schamen, LJ. Ga je mond spoelen. Met groene zeep. Ja. Waar is die zeep? Ik laster niet, mens. Ik constateer slechts. Hè? En ik constateer dat er mij geleden schade, zowel materieel als, jawel, geestelijk, niet te verhalen is. Ja, jouw geestelijke schade is een fabrieksfout. Daar ga ik toch niet voor betalen? Dan moet je bij de fabrikant wezen. En voor die fietsen gaan we naar het rampenfonds. We zitten financieel al genoeg in de geldproblemen. En daarom, hè, wil ik het eens even over die huurverhoging hebben. Ik niet. En zeker niet tot mijn aanrijding tot de bodem is uitgezonden. Ja hoor, LJ, tot in de pruimertijd. Ik heb even wat anders aan mijn hoofd. Ik moet naar mijn geuniformeerde vrienden om aangifte te doen. Ach, nou, dan ga ik meteen met je mee. Want ik heb er ook het een en ander te verhapstukken. Ah. Doorrijden na een aanrijding. Verduisteren van bewijsmateriaal. En mijn huurverhoging. Eerst mijn aanrijding. Hij heeft toch gezegd dat hij er niets mee te maken heeft? Moet ik boos worden? Ga onmiddellijk zitten! LJ, nog één keer. Jij hebt die auto zelf dus niet gezien. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik lag onder mijn fiets met mijn hoofd onder het draaiende voorwiel. Ja, maar dan kan je toch door de spaken heen kijken? Of heb jij zo'n dichtwiel? Nee, was het maar waar, zeg. Want toen ik daar eenmaal goed in me lag, kwam er zo'n grote Deense dog langs. En die tilde zijn achterpoot precies op boven dat wiel. Ja? En zijn bazinnetje was niet sterk genoeg om dat beest mee te trekken. Ja. Ja, dan doe je je ogen wel dicht. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar de omstanders? Ja, die stonden alleen maar een beetje stom te lachen. En je getuigen? Ah, gelukkig stond er te midden van die lachende proleten tenminste één burger met verantwoordelijkheidsgevoel. En die heeft mij precies verteld hoe die auto eruit zag. Heeft het nummer opgeschreven. Heb ik je toch gegeven? Ja, en hoe heet die man dan zonder gevoel voor humor? Ja, heb ik in de consternatie toen niet aan gedacht. Ik had al moeite genoeg om al die andere honden van me af te houden. Ja. Ja, ja. Dus je hebt wel een getuige, maar je weet niet wie het is. Nou, dan heb je dus eigenlijk geen getuige. Nee, maar ik heb wel een nummer. Ja, van horen zeggen, nou, dat ziet er niet al te best uit, hoor. Getuige of niet, Bertus is wel degelijk de eigenaar van die auto. Ja, maar dat zal Bertus ook helemaal niet ontkennen. Precies, en als zodanig dus moreel aansprakelijk voor de door mij geleden schade. Moreel, moreel. Je bent toch niet zo van de morele kant? Je bent toch meer van feit en bewijs? Nou, juridisch gezien heb jij nog minder poot om op te staan dan die Deense dog. Hé, wat zit ik me nou weer kwaad te maken? Zo, Jan, onze brokkenpiloot al terug? Ik begrijp er niks van, hij is al 2 uur onderweg. Ja, ze willen hem natuurlijk nog even ondervragen op dat politiebureau over die paella-pannen die hij de laatste tijd als schotelantenne verkoopt. Nou, dat lijkt me stug, want als ik me niet vergis, heb die commissaris er zelf een gekocht. Ja. Voor Bertus is het politiebureau net een stamkroeg. Hij ontmoet er alleen maar oude bekenden. Ja. Ah. He, daar is die. Zo. Zo. En waar ben jij zo lang geweest? Oh, even een paar oude bekenden ontmoet. Dat is helemaal mooi. Wij zitten hier in spanning te wachten. En meneer zit de koffie leuk te. Nou, Bertus, vertel op. Ze zaten al op me te wachten. Ik heb geen aangifte gedaan, hoor. Zou iets met die paella-pannen te maken hebben? Nou, daar heb ik er in de gauwigheid ook nog even 3 van verkocht. Maar daar gaat het nou niet om. Ze hadden me Amerikaan gevonden. Jo. Ach, fantastisch. Ja, fantastisch. Opgekreukeld met zijn neus tegen een lantaarnpaal. Ai. En de daders? Lag op kerkhof. Zo. Het is natuurlijk niet fraai wat hij gedaan heeft. Dat vind ik wel heel drastisch, hoor.
bed is bedoeld dat ze niet weten wie het gedaan heeft. Oh, ongelukkig maar. Volgens de politie was het een jointrijder. Veel schade? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ze hadden hem al weggesleept. Ik heb hem niet gezien. Ze zeiden dat het open dak nog heel was. Oh, dat is toch nog ongelukkig, want het zat er nooit in. Oh, nee? Hoe is die lantaarnpand dan naar binnen gekomen? Ze hebben in ieder geval niet zonder binnenverlichting gezeten. Samengevat is de auto van de heer De Vries dus wel degelijk gestolen. En dus heeft de heer Bolsenbroek junior ons in het algemeen en de heer De Vries in het bijzonder wel even iets mede te delen, dacht ik zo. Wij wachten. Ja, ja. Het is inderdaad zo dat hier eventueel wat verontschuldigingen op zijn plaats zouden zijn vanwege mijn... wantrouwen. Achterdocht. Iets wat verkeerde inschatting. Dus Bertus, bij deze mijn oprechte... LJ, een misverstand kan de beste overkomen, hè? Dus jou zeker. Gelukkig. Nou, dus tenminste alles weer in orde. Dan wou ik het nog eventjes hebben over die huurverhoging. Ik niet. Dan zeg ik nog liever de huur op. Ik wil het over mijn ongeluk hebben. Daar gaan we weer. Nee, ik geloof best dat jij er niets mee te maken hebt. Dat zal wel allemaal tot je dienst. Maar jij bent en blijft de eigenaar van die auto. En als zodanig moreel aansprakelijk voor de door mij geleden schade. Oh jee. Weet jij het verschil tussen jou en een lantaarnpaal? Nee. Nee? Ah, dan ga je die Deense toch ook steeds beter begrijpen, hè? Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje groom. Zeg, Luus, komt LJ vandaag niet? Nou, misschien durft hij het huis niet uit, omdat hij het weer niet vertrouwt. Het weer ook al niet. Het enige wat die man vertrouwt staat op de bank. Of hij was op stap en komt wat later. Op stap? Met wie? Die man heeft toch geen vrienden? Hij heeft ooit eens een Deense doch gehad. Ja, maar die kreeg hij niet zindelijk. En een vriendin? Ja, maar dat duurde zo lang voordat hij vertrouwd met haar raakte dat zij het zaakje ook niet meer vertrouwde. Of misschien is hij ziek en moet hij onder behandeling. Ja, maar ik zie LJ toch niet zo gauw naar een vertrouwensarts gaan. Jullie weten best dat ik het morele gelijk aan mijn kant heb. Luus, ik hoorde een heel raar gebrom. Jij ook? Oh, de telefoon, zie je wel. Bolsenbroek en Tegelaan, maar Tegelaan. Ja, hallo Bertus. Ah, beneden valt er iets te vieren. Ja. Luus is er ook. LJ, nee, die zie ik vandaag helemaal niet zitten. Geachte aanwezigen, vrienden. LJ, wij zijn hier bijeen om iets te vieren, hetgeen ik u straks nader uit gaat leggen. Maar eerst wil ik even stilstaan bij een gebeurtenis, bijzonder droevig, die mij vandaag is overkomen en waar ik zeer door ben aangegrepen. Ik hef het glas ten afscheid van een vriend. Een compaan in goede en slechte tijden. Een gabber waar ik altijd op ken en vertrouwen en die mij nimmer in de steek heb gelaten. Vaarwel, jongen. Het ga je goed. Bertus, mogen wij het ook even begrijpen? Ik heb net afscheid genomen van mijn Amerikaan, aangezien reparatie een vermogen zou gaan kosten. En dat is heel erg, want ik kijk graag naar een strakke oldtimer. Ja. Maar goed, ik ben mijn Amerikaan kwijt, ik zal daarmee moeten leren leven. Proost. Proost. Nou, proost. Wat valt er toch te vieren? Je bent je Amerikaan kwijt. Ja, maar omdat we momenteel toch een beetje magertjes in onze slappe was zitten, heb ik hem gelijk maar verkocht voor een hele goede prijs. Maar wie koopt er nou een wrak met een lantaarnpaal als binnenverlichting? Een kenner. Hè? Die garagehouder die zag gelijk dat die Amerikaan van mij met die grote vleugels achter, dat een uniek exemplaar was, dus die gaat hem helemaal opknappen. Ach, maar je hield van die auto alsof het je kind was. Ja. Dus ik heb ook wel een hele goede bezoekregeling afgesproken. Ik mag de zomers elke week even op en neer mee naar het strand. Dat was hij gewend. Ik vind het toch sneu voor je. Ja, Sjaantje. Maar het was of die auto, of de kapper, of de huurverhoging. Nou, een kleine huurverhoging was ook niet onredelijk geweest. Daar hadden we wel mee ingestemd. Mooi zo. Dan wil ik het daar meteen eens even over hebben. Ik niet.
Jullie hebben nooit huurverhoging gehad? Nee, daar is het contract nog niet in voorzien. Ja hoor, kijk maar in de kleine lettertjes. Er staan helemaal geen kleine lettertjes in. Nee, toen je tekende niet, maar nou wel. Dat is fraude, valsheid in geschriften, oplichting, afpersing. Advocaat Lex, hoe zit dit juridisch? Moreel mag het misschien wat ingewikkeld lijken, maar juridisch is het een eitje. De huisbaas mag gewoon de wettelijke huurverhoging doorberekenen, zelfs met terugwerkende kracht. Hoor je het nou, LJ? Ja, ik moet hier niks aan me horen, hoor, Sjaan. Ik vind het bespottelijk. Eerst heb ik schade aan mijn fiets die ik op niemand kan verhalen. En nu worden diezelfde morele schuldigen mij een huurverhoging door de strot geduwd, zeg. Het moet toch niet gekker worden, hoor? Nou, dat van die fiets, dat vind ik wel een punt. En daar heb ik dus ook een besluit over genomen. LJ, hier heb jij een vergoeding voor de schade aan je fiets. Dank je wel. En over die huurverhoging heb ik al een besluit genomen. Dank je wel. Die huurverhoging is natuurlijk bespreekbaar. Maar hij gaat natuurlijk wel volgende maand pas in. Nee, mensen. Als volgt. Ik nodig jullie vanavond uit om gezellig met mij uit eten te gaan. Uit schuldgevoel. Of uit morele verplichting. Nee, gewoon uit aardigheid. Ach. Nou, vooruit dan maar. Dan koop ik van de week wel een setje krulspelden. Ben je gek, kersenbonbonnetje? Jij kan weer lekker naar de kapper, want ik heb nog een meevalletje. Wat dan? Ik heb aan die garagehouwer gelijk mijn autostalling doorverhuurd. Joh, dus daar zijn we ook vanaf. Goed zo. Dubbele prijs. En is dat moreel wel in orde? Suikermeloentje van me? Geen idee, maar juridisch is er geen spel tussen te krijgen. Ja.